Geweldig dat je weer kijkt naar een nieuwe bemoediging in de serie. Er is altijd hoop. Wij kunnen soms als mensen iets hopeloos inzien. We kunnen soms mensen om ons heen hebben die zeggen: oh, dit, is, dit is hopeloos, ik zie het even niet meer. Maar God is de God van hoop. Bij God is altijd hoop. Er is altijd een uitweg, ook als we hem zelf niet zien. En daar waar we soms heel erg steunen op ons eigen inzicht, op onze mening, op onze wijsheid, die vaak beperkt is, of de mogelijkheden die wij kunnen bedenken, en ons denken, wat soms ook beperkt is, zeker als je het vergelijkt met hoe God denkt, mogen we weten, er is altijd hoop. Er zijn misschien mensen zelfs om je heen, mensen waarvan, waarvan je houdt, die, waarvan jij eigenlijk zegt, ja, ik heb eigenlijk de hoop opgegeven voor die persoon. Maar jij mag weten, God geeft de hoop nooit op. Er zijn misschien bepaalde dingen gebeurd in jouw leven, bepaalde keuzes die je hebt gemaakt, waardoor je. Naar jezelf kijkt en zegt, ja, eigenlijk op dat vlak, daar is geen hoop meer. Maar bij God is altijd hoop. Er is altijd hoop. En de tekst die ik vandaag wil behandelen, die staat in Jeremia 29, vers 11. Een geliefde tekst. Er staat, ik immers, zegt God. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede. En niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. God zegt: Ik denk gedachten van vrede over jou. Het woord shalom, zoals het daar staat. Waarin niks gebroken is en niks ontbreekt. En hij zegt: Dit zijn de gedachten die ik over jou koester. Zo denk ik over jou. Niet van kwaad. Om jou een toekomst te geven en een hoop. Wat denk ik belangrijk is om te beseffen is. Als wij het even zelf niet meer zien, als wij even niet meer weten hoe dit zich moet ontwikkelen, als wij even in ons leven gewoon denken, ja, dit is een, een eindstation, dit is een, een harde stop, dit is, ik weet het niet meer, de bodem. Als je je ogen richt op God en je hart laat vervullen met wie God is, dan zul je zien, God geeft je kracht, God geeft je hoop. God heeft een toekomst voor je, daar waar je hem zelf niet meer ziet. God heeft een blijde verwachting van goede dingen, daar waar je jezelf misschien in verdriet ziet of misschien het heel moeilijk hebt met een bepaalde situatie. God ziet het altijd met je zitten. Er is altijd hoop. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. Heb je een vraag hierover of zijn er dingen die je graag wilt delen? Stuur ons een e-mail info@jubilee.nl. Like onze Facebookpagina Jubilee Church. Deel het met anderen. Laten we deze wereld vol stoppen met bemoediging. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.